wat super leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe kruidvatshopvlog. Ik heb een mini kruidvatshopvlog. Hi Ansie, kom je even kijken? En ik ga even laten zien aan jullie wat ik daar heb gekocht. Kom maar. Ansie, die ziet ook alweer dingetjes natuurlijk. Ik had twee mega mooie oogpotloden ook. Die wil ik even laten zien. Nou, ik ga beginnen met een mini kruidvatsvlog. Ik moest nieuwe shampoo. Ik had alleen nog maar kokos shampoo. Kokos, ja. Want wat was het nou? Ik had op een gegeven moment stikte ik zo erg in die spullen allemaal. Dat ik echt het eerst allemaal heb opgemaakt. Voordat ik nieuwe ging kopen. En dat is gewoon super goed voor jezelf. Als je te veel van die troep hebt. Dat je eerst even bespaart. Dus ik heb eerst alles soort van bijna opgemaakt. En die kokos shampoo die schuimt niet echt bij mij. Dus die geef ik wel aan mijn beste maat. Ik vind niet echt dat het goed schuimt. Dus ik heb er niets van aan. Dus ik dacht. Ik ga deze testen en dan laat ik wel eens een keer weten aan jullie hoe die bevalt. Repair shampoo met keratine ook nog erin. En voor beschadigd haar, nou is mijn haar op zich niet beschadigd, maar het wordt wel snel droog als je lang haar hebt, veel in de zon bent en door je hormonen ook. Kijk, hier staat speciaal ontwikkeld voor de verzorging en het intensieve herstel van beschadigd haar. De herstellende volume met keratine vermindert haarbreuk en verbetert de haarstructuur en versterkt veerkrachtig haar dat er gezond en glanzend uitziet. En als je dus het tweede product kocht, dan had je dus nog de helft eraf. Ik had dus ook nieuwe anti-klitspray nodig. Nou was ik elke keer dat ik Gul deed, G-U-H-L, die gewoon vroeger hartstikke goedkoop was en die nu echt per stuk al, moet ik het echt goed zeggen, volgens mij zijn ze zelfs 6 of 8 euro per stuk en vroeger 4. Ja, ze zijn nu 6 volgens mij. Dus als je 2 koopt, dan ben je al 12 euro kwijt. Dan vond ik dus het fijne dat deze was maar 3 euro. En de shampoo was dan 2 euro, maar dan ging er 1,25 af. Kijk, dat is nog eens leuk. Dat is gewoon perfect. En hij ruikt volgens mij ook wel lekker. Even testen. Ja, hij ruikt ook wel lekker gelukkig. Want ik moet ook wel een beetje een lekker geurje zitten. En ik zag dus hele toffe nieuwe oogpotloodjes. Meta Glow. Van Essence is dit. Een eye pencil duo chrome. En ik keek zo en ik was ook nog een draaidop. Oh, dat is geweldig. Ik doe even op mijn hand. Dan ga ik het even aan jullie laten zien. Ik vind het zulke leuke schattige kleurtjes. Ik vind het leuk om aan de onderkant soms juist een lichte kleur. Ik doe nooit meer zwart. Eerder deed ik altijd zwart oogpotlood, nooit meer. Ik wil een beetje natuurlijk uitzien. Nou, kijk. Je ziet het helaas niet heel goed. Maar nu zo zie je het. Zie je die groene? En die onderste is een beetje roze. Die roze. En die waren 2,70 euro. Dus dat is vet goedkoop. Ik vind ze er ook leuk en schattig uitzien. Dus die ga ik gelijk in mijn oogpotlodenbak doen. Ik ga echt ook soms één keer in zoveel tijd alles bij langs. Van de week 2 vuilniszakken met kleding weg. Mijn oogpotloden, als geen merk is of het is te goedkoop, dan gooi ik het ook weg. Want ik wil wel een beetje dat je iets goeds op je huid smeert. Nou, precies 10,60 euro voor dus 2 oogpotloodjes. Anti-klitspray, een shampootje en nog meer zadenkoekjes voor 1,50. Crackers vind ik altijd lekker 's ochtends. Die zijn ook best wel duur. En dit is ook nog eens van Liga. En wat staat hierop? Tarwe werd juist geteeld. Verminderen van de broeikas. Uitstoot, beschermen van onze bijen en biodiversiteit. Oh, dat vind ik wel heel goed trouwens. Dat vind ik wel leuk dat. En er staat ook nog een financiële ondersteuning van onze boeren om harmonie toe te passen. Toepassen van goede landbouwmethodes en verminderen grondwatervuiling. Oké, okay, beter. Wat grappig, ja. Verantwoordelijke meerzadig crackers. Nou, ik vind dat gewoon ideaal 's ochtends. Ik doe laatst zelfs meer crackers dan melk met havermout. Moet je weer apart melk kopen. Wat wel zo is, als ik dan melk koop en ik eet er vaak crackers, dan gaat het bijna over datum. Dan heb ik soms een hele grote. Dan geef ik het aan de katten, maar dan doe ik er water bij. Want kattenmelk is in principe ook hetzelfde. Hè? Er zit ook gewoon zoveel deel melk in. Even kijken hoeveel melk hierin zit. Even kijken. Vind ik wel grappig om even te kijken. Melk en melk. Poeder, 98% melk hoor, zit er nog in. Oh, nou dan kunnen ze ook net goed gewone melk af te krijgen, ja.
Nou, dit was de kruidvat. Oh, mijn riem zit een beetje gek. Vlog. Dat dingetje, dat knoopje ze af. En dan doe ik het met een riem. Maar dat is toch wel vervelend. Dus ik moet hier even aanmaken. Leuk als je even op het kanaal Haasje abonneert. Leuk als je een reactie achterlaat. En tof als je duimpje omhoog doet. Groetjes, Haasje.